Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 29 september 2016. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag is een mosse en een zelfgemaakte SSDV-foto in PN90. Vandaag moet ik een beetje improviseren, daarom zend ik een artikel opnieuw uit dat ik al eerder heb uitgezonden. Ik weet zo goed als zeker dat dat bij de wekelijkse uitzendingen zo'n 2,5 jaar geleden is geweest. Ik twijfel echter of ik hem daarna niet ook bij de dagelijkse uitzendingen gebruikt heb. Maar als dat zo is, dan is dat ook al lang geleden en de informatie is sowieso bijzonder interessant en ter zake doend. Het betreft een interview dat ik in het voorjaar van 2004 heb gedaan met professor Martin Bier, een Nederlander die in de VS op de universiteit lesgeeft. En het gaat over de effecten van hoogspanning en hoogfrequent op het menselijk lichaam. Het kan eventueel zijn dat de tekst te veel is voor de uitzending van vandaag. In dat geval zend ik morgen het tweede deel uit. Menig amateur, en met name diegene die wel eens met buizen gestoeid heeft, weet wat het is om een elektrische schok te krijgen. Ook weet iedereen wel dat een elektrische schok zeer gevaarlijk kan zijn, dodelijk zelfs. Een elektrische schok van de ene arm naar de andere komt via de hart- en longstreek en maakt zoiets extra gevaarlijk. Maar waaruit bestaan nu precies die risico's? Een gesprek met een deskundige. Martin Bier, geboren in Alkmaar, werkt op het moment van het interview als assistent-professor aan de natuurkundefaculteit van de East Carolina University in Greenville, North Carolina in de Verenigde Staten. Daarvoor was hij van 1993 tot het jaar 2000 verbonden aan de Section of Plastic and Reconstructive Surgery aan de Universiteit van Chicago, waar hij zich als natuurkundige onderzoek deed, waar hij als natuurkundige onderzoek deed naar hoe celmembranen reageren op zware elektrische schokken. Deze afdeling van het ziekenhuis, dat overigens 5 kilometer ligt vanaf het van de tv-serie bekende County General, de tv-serie ER bekende, is gespecialiseerd op het gebied van de behandeling van patiënten die een zwaar elektriciteitsongeluk hebben gehad. Vooral het Amerikaanse bedrijfsleven stuurt hun werknemers veel liever naar een gerenommeerd en duur ziekenhuis, waar ze van een ongeluk kunnen herstellen, dan dat ze voor een huizenhoge schadeclaim opdraaien. Voor elektrische schokken is dit het centrum waar vrijwel alle zware slachtoffers in de VS en ver daarbuiten naartoe gestuurd worden. Ik praat dus in de woorden van Martin Bier. Ondanks dat netspanning heel gevaarlijk kan zijn, nuanceert Bier de mogelijke gevolgen van bijvoorbeeld een schok uit het stopcontact. Een schok van 220 volt over de handen is zelden dodelijk. De huid heeft een hoge weerstand en brandt meestal niet eens door als hij in aanraking komt met 220 volt. Je kunt echter wel een stroom door je arm krijgen. Bij een stroom van ongeveer 10 milliampère krijgen dan al je spieren een signaal om samen te trekken. Die 10 milliampère is een richtwaarde, het is bij iedereen verschillend. Bloed, zenuwvezels en spierweefsel geleiden elektriciteit heel erg goed. Bot, vet en huidweefsel geleiden nauwelijks. Ook voor het samentrekken is de precieze stroom verschillend, maar 1 milliampère is in ieder geval voor iedereen al een uiterst onprettige ervaring. De spieren die je hand openen zijn minder sterk dan die de hand samenballen. Hierdoor bestaat het gevaar dat je bij een 220 volt spanningsbron door dit samenballen niet meer los kunt laten. Als je daarbij dan nog een zwart hart hebt, dan kan het gaan fibrilleren. Niet meer kloppen, maar als het ware trillen dus. Dat gebeurt echter alleen als het maximum van de sinus van de 50 hertz wisselstroom samenvalt met een kwetsbare periode in de hartslagcyclus. Wat je in films hierover vaak ziet, klopt meestal gewoon niet. Ik heb zelf ook zowel mijn twijfels bij wat er gebeurt als een föhn in het badwater wordt gegooid. Water met een opgeloste ionische troep als bijvoorbeeld zeep of badolie erin geleidt natuurlijk uiterst goed. Als de föhn dichtbij in de buurt komt, dan kun je zeker via het water op veel plaatsen met 220 volt in aanraking komen. Als je dan ook al met je achterwerk op de metalen badkuip zit, dan maak je ook goed contact met de aarde. Maar aan de andere kant lijkt me dat de meeste stroom gewoon door het water naar de aarde gaat, te weten naar de badkuip. Het ergste geval dat we in Chicago in mijn tijd als lichtnetspanningsongeluk hebben gehad, dat was een peuter uit Israël. Ik weet niet zeker of ze daar nu 220 volt hebben of 115 volt, net als in de Verenigde Staten. Maar het jongetje had een spanningsbron in zijn mond gestoken. In je mond is het natuurlijk zeer vochtig en bovendien is er nauwelijks huidweefsel. De mond was dan ook behoorlijk verbrand. Uiteindelijk is dat zo goed als dat ging door plastische chirurgen hersteld. In de VS zijn er ongeveer 7000 ongelukken per jaar met 1000 volt of meer. In China is dat heel veel meer, omdat ze daar vaak hoogspanningskabels zonder isolatie langs de rand van flatgebouwen hebben lopen. Ook in landen met trolleybussen zijn er vaak ongelukken. De elektriciteit rekent er op die manier dus keihard met baldadige jongeren af die op het dak van zo'n bus menen te moeten springen. In de VS zijn er trouwens vrijwel allemaal ongelukken met technici die voor elektriciteitsbedrijven werken. Je zou het niet verwachten, maar ongelukken tot aan 10.000 volt worden meestal overleefd. Voordat je fysiek contact maakt met de spanningsbron slaat in zo'n geval al een kleine bliksemschicht over. Een stroom van ongeveer een ampère gaat daarbij dwars door de huid via een zogenaamde entry wound.
De elektrische ontlading die bij het overslaan via de lucht plaatsvindt, veroorzaakt daar een plotselinge hitte. Dat er een thermoacoustische, zodanig dat er een thermoacoustische schokgolf ontstaat, een donderslag dus. Door die explosieve donderslag wordt het slachtoffer ogenblikkelijk van de bron weggeblazen. Het contact met de stroom duurt daardoor slechts een milliseconde. Gedurende die milliseconde kan al wel veel schade zijn aangericht. Vooral grote cellen, bijvoorbeeld spiercellen en zenuwcellen, zijn gevoelig en kunnen op grote schaal aan stukken worden gereten. De patiënten die door hoogspanning getroffen zijn en die bij ons binnengebracht werden, hadden allemaal hetzelfde profiel. Ze waren allemaal voor in de 30 en ze hadden zo'n 5 jaar bij het elektriciteitsbedrijf gewerkt. Kennelijk dat ze na ongeveer 5 jaar wat nonchalanter beginnen te worden met de veiligheidsvoorschriften. Voor mensen die door de bliksem worden getroffen is dit trouwens zelden dodelijk. De inslag gaat namelijk vrijwel altijd om iemand heen en nooit door iemand heen. Ook duurt een blikseminslag maar een miljoenste seconde. Veel gevaarlijker is als je op zo'n 10 tot 20 meter afstand staat van bijvoorbeeld een boom die wordt geraakt. De plotselinge stroom door de grond veroorzaakt een magnetisch veld dat heel snel in sterkte toeneemt. Een magnetisch veld dat snel verandert veroorzaakt op zijn beurt weer een elektrische spanning. Op die manier kunnen er duizenden volts gegenereerd worden tussen verschillende delen van je lichaam. Ook kunnen in metalen die je als sieraad of wat als onderdeel van een kledingstuk draagt, enorme stroomstoten ontstaan. Dat veroorzaakt hitte. Kettingjes en armbanden laten in zo'n geval een permanente tatoeage achter. We hadden in het ziekenhuis in Chicago een keer een geval van zo'n ranger uit het westen van de VS. Hij was nogal stereotyp en droeg zo'n gigantische beltbuckle, zo'n riemclip, een soort van rijk geornameerde broeksriemgesp. De afdruk daarvan stond na zijn overleefde blikseminslag permanent onder zijn navel gegraveerd. Zenuwcellen die de zintuiglijke waarneming en de motoriek besturen moeten heel snel zijn en daarom hebben ze een grotere diameter dan andere zenuwcellen. Zulke grote zenuwcellen zijn omgeven met een lage zogenaamde myeline. Als je MS hebt, multiple sclerose, dan wordt die myeline in feite aangevallen en afgebroken door het op hol geslagen lichaams-eigen immuunsysteem. Grote cellen zijn het meest kwetsbaar tijdens een elektrische schok. En juist daaraan ontstaat dan ook schade bij elektrische schokken van meer dan 1000 volt. Die myelinelaag van die grote zenuwcellen wordt dan dikwijls aan stukken gereten. Meestal herstelt zich dat weer binnen een paar maanden. Heel soms kan de afweer van het eigen lichaam door restante myeline in de bloedbaan zich tegen het andere myeline keren, waardoor jaren later een soort MS ontstaat als een vertraagd gevolg van zo'n schok. Morgen ga ik dus verder met het tweede deel van dit artikel. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 's ochtends herhaald.